Hey allemaal, leuk dat jullie kijken. Sommigen van jullie kennen mij misschien al, omdat ik op een aantal scholen in de regio regelmatig te vinden ben om boekpromoties te geven in de groepen. Dat is wat ik vandaag ook wil doen, een boekpromotie geven. Eén klein probleempje, het boek waar ik het vandaag over wil hebben, heb ik niet hier. Gelukkig is dat makkelijk op te lossen, namelijk met de online bibliotheek. Ga naar www.onlinebibliotheek.nl en je vindt daar allerlei boeken. Zo ook het boek van vandaag. Namelijk De Brief voor de Koning, geschreven door Tonke Dracht. Ik heb hem alvast even opgezocht. Heb je het boek straks ook gevonden, dan kun je het vervolgens makkelijk lezen op je tablet, je e-reader of zelfs je telefoon. Net wat jij fijn vindt. Het boek is in 1962 al uitgebracht en is vervolgens verschillende keren opnieuw uitgebracht. In 2008 is het boek zelfs verfilmd. Het boek speelt zich af in een tijd van ridders, kastelen, jonkvrouwen, zwaardgevechten. En het gaat over Thierry. Hij staat op het punt om een echte ridder te worden en daar heeft hij al veel opdrachten voor voldaan. Er rest hem nog maar één opdracht. Maar tijdens deze opdracht krijgt hij een brief in handen en aan hem de taak om deze brief af te leveren bij de koning. Dat lijkt vrij makkelijk. Maar onderweg wordt hij tegengewerkt door ontzettend veel ridders, ruiters, die er alles aan willen doen om te voorkomen dat de brief bij de koning terechtkomt. Gaat het Thierry lukken, denk je, om de brief af te leveren bij de koning? Inmiddels is het boek ook als serie te vinden op Netflix. Ook die heb ik alvast even opgezocht. Ga naar Netflix en zoek daarop The Letter for the King. De serie is in het Engels uitgebracht, maar gewoon met Nederlandse ondertiteling te zien. If you set your mind to it. If you do what I know you can do. You will become a knight. The old world grows weak and the fire. We are about to start. We'll destroy everything that still remains. Take this letter. You must deliver it to the king. The future, the entire kingdom depends on it. Thousands will die. How do you get a letter to the king? You think just anyone can waltz in and see the most powerful man in the world? We face it together. I carry the letter, you ride the horse. Isn't she a sweetheart? You will find this boy and crush anyone that lies in your way. We'll never outrun them. This will never work. It will work. Remember, we've got her, and she's the most ruthless scum of us all. I meant that in a good way. It's like a force of nature. It's up to people like us to do something. Tell me where the letter is. We can end all this unpleasantness. Is there anyone in the Three Kingdoms who doesn't want you dead? From the moment I saw you, I felt the power in you. What powers has this shrimp got? No! Unless we stop it, people are going to die. Go! I don't care who they send. We're gonna deliver this letter. Stop! We're gonna die trying. Ja, ik ga je nu dus vragen om het boek te lezen, om te lezen hoe het afloopt met Thierry, maar ook om vervolgens de serie te kijken op Netflix. Ik ben namelijk heel erg benieuwd of jij verschillen of overeenkomsten kunt vinden. Hebben ze bijvoorbeeld het verhaal uit het boek letterlijk overgenomen in de serie? Of hebben ze misschien toch wel dingen veranderd? Als ze dat hebben gedaan, kun jij die verschillen dan vinden? En wat vind je eigenlijk beter, het boek of de serie? Oftewel, wat zou jij iemand anders aanraden? En waarom dan? Ik ben heel erg benieuwd.
Is het je gelukt om het boek en de serie te kijken en daarbij ook de verschillen of de overeenkomsten te ontdekken? Laat het ons even weten. Laat een reactie achter, want wij zijn heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Heel veel succes en tot de volgende keer.